Jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung. Wat een arbeid dit. Ja, lekker! Hij gaat de val in. Kun jij mij helpen? 20 minuutjes. Vlot, rechtdoor. Kom op, kom op. Oh, daar komt wel echt een bus aan ook. Oh shit, hij zit daar. Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe uitdager. Oh. Ja, daar heb je hem niet ontsnapt. Daar zit hij! Daar zit hij! Wie blijft er uit handen van Team Stuk? Lekker, jongen! Jachtseizoen! Dit is het jachtseizoen. Maar rustig hoor. Zo. Snelle. Stuk TV. Dus ik denk dat je vandaag snel genoeg bent. Het hoeft niet per se snel, toch? Dat kan ook heel slim. Luister. Wij openen zo meteen de deuren van jouw cel. En dan mag jij een pogingje wagen. Om te gaan ontsnappen. Je krijgt van ons 20 minuten voorsprong. En daarna komen wij direct in actie. Je krijgt van ons ook een GPS-tracker mee. En onder 10 minuten krijgen we exact jouw locatie door. Lukt het jou om 4 uur lang uit onze hand te blijven? Dan staken wij de jacht en ben je op vrije voeten. Maar lukt dat niet en we pakken je, dan ga je meteen terug de cel. Leuk. Kom maar. Is dat duidelijk? Blijft het duidelijk. Mooi. Thomas, wil jij dit ventje, of dit geppertje, even terugbrengen naar zijn cel? En zodra we op deze knop drukken, start het spel. Daar, snelle. Staan! Ja. Ik snap die naam niet helemaal. Snelle. We gaan het zien. Nou, tot zo hè, over een uurtje. Vandaag neemt Team Stuk het op tegen Lars Bos, beter bekend als rapper Snelle. Deze 24-jarige Deventeraar is dit jaar niet onopgemerkt gebleven. Met tracks als Plankgas en Scars steeg hij als een raket naar de top van de hitlijsten. Weet hij Team Stuk ook te snel af te zijn? Of houden ze straks een reunie in de cel? We starten vanuit Fort Maarseveen, een kazerne gebouwd in 1881. Gaat het sneller lukken om na de ontsnapping vanuit zijn cel 4 uur lang uit handen te blijven van Team Stuk? Heren, vandaag hebben we Lars Bos, beter bekend als Snelle. Wat kunnen we van hem verwachten? Nou, ik denk dat hij vandaag wel plankgas gaat. Nee, laten we geen flauwe grap maken over snel en dat soort dingen. Nee, laten we dat niet. Gaat hij vandaag gewoon echt heel snel? Ah, fijn. Ik verwacht wel een hele hoop stress. Ik heb natuurlijk gepraat met je broer en Bram Krikke en met Frenna. Ik denk dat het echt wel heel stressvol kan zijn. Snelle heeft dus contact gehad met ervaren boeven. En die hebben hem vast verteld dat hij continu op zijn hoede moet blijven. Omdat de GPS-tracker iedere 10 minuten zijn locatie doorstuurt naar Team Stuk. Deze achtervolgers mogen na 20 minuten de jacht openen. In hun snelle bus, vol high-tech equipment, communicatiemiddelen en een drone. Onze vlotte rapper beschikt over niets. Hij heeft ook geen geld of telefoon op zak. En Snelle wil het spel gewoon 100% eerlijk spelen. Ik kon vroeger ook nooit cheatcodes gebruiken op GTA of op NAP. Ik ga het juist eerlijk spelen. En daarvoor zal hij zich dus aan enkele regels moeten houden. Hij mag nergens naar binnen gaan, met uitzondering van openbare gebouwen. En hij mag niet langer dan 20 minuten achter elkaar in hetzelfde voertuig zitten. We zijn vandaag in Maarseveen. Hij komt wel uit Deventer. Dus we kunnen ook wel eens even verwachten dat hij die kant op gaat. Ik ga direct proberen om naar mijn eigen omgeving te gaan. Ik weet dat de jongens dat verwachten, dus Deventer. Maar ik denk juist dat ik daar het meeste kans maak, omdat ik daar om de havenklap een lift kan regelen, denk ik. Hoe snel denken jullie dat we Snelle vandaag gaan pakken? Snel. Ik vind die jongens best toffe gasten, maar de aankomende uren even niet. Jongens, het gaat niet goed dit seizoen. Nee, het gaat absoluut niet. We moeten niet zozeer met hem bezig zijn. Wij moeten meer als soort commando's te werk gaan. Niet op elkaar gaan lopen zeiken, want dat leidt af. Wij moeten gefocust zijn op één doel en dat is hem pakken. Onze nieuwe strategie, ik zeg, we pakken hem plankgas. Oké, kapitein. Snelle is ontsnapt en heeft de vaart er gelijk in zitten. Maar zijn eerste obstakel is dichterbij dan verwacht. Ja. Wat een arbeid dit.
Ja, als je had gedacht dat het makkelijk zou worden, had je beter in je cel kunnen blijven. Gelukkig staat je persoonlijke chauffeur je op te wachten. Dag meneer Ros. Plankgas richting A1. Ik heb het liefst wel echt sneller. Richting Oost-Nederland. Even de stoelverwarming ook, vind ik lekker. In deze comfortabele ontsnappingsauto probeert onze voortvluchtigers een 20 minuten voorsprong optimaal te benutten. En dan is er geen tijd voor vertragende factoren. Nou meneer DHL, hier hebben we absoluut geen tijd voor. Nee, je wacht maar even. Oké, dat is een oud mannetje, sorry. Het tempo zit er lekker in, maar voor je het weet zijn er 10 minuten verstreken en wordt het eerste GPS-signaal verzonden. Oh, zo, dat gaat snel ook. Op de startlocatie staat Team Stuk er helemaal klaar voor om deze update te ontvangen. Goed, we hebben de eerste locatie binnen. Hij is... Bij Loosdrecht? Ja, onder Hilversum. Hij gaat wel snel. Ja, hij gaat echt snel. Kunnen we niet in plaats van snel vandaag gewoon fast zeggen? Vlot. Want ik kan het woord snel niet horen. Doe maar vlot. Aangezien de rapper sneller heet. Doe maar vlot. Nou, dan gooi ik hem nog een keer op. Oké, we hebben een nieuwe locatie binnen. Hij gaat best wel vlot. Oké, dan zal ik ook mijn best doen. Het lukt onze ontsnapte boef niet om haastig weg te komen vanwege de verkeersdrukte. En daarmee valt zijn hele tactiek in het water. Ja, maar kijk, als zij mijn volgende locatie op de A1 krijgen, dan ben ik wel de sjaak. Want dan pakken zij gelijk in Utrecht de snelweg daar naartoe natuurlijk. Wat een begin zeg. De 20 minuten voorsprong zijn bijna voorbij. Snelle zal de luxe van zijn ontsnappingswagen moeten verlaten. Oké, ja, ik stap hier eruit. Joejoe! Hey, mag ik jou iets vragen? Wil jij mij helpen? Dat weet ik niet. Waar moet je heen? Waar ga je heen? Kan ik met je meerijden? Dat ligt aan waar je heen moet. Ik ga naar Loosdrecht. Die is wel zuur. Daar kom je net vandaan. Snelle moet spoedig een keuze gaan maken, want de 20 minuten voorsprong zijn voorbij. En Team Stuk rent naar de bus om de jacht op onze vlotte rapper te openen. 3, 2, 1, go! De boys zijn erop gebrand om onze boef zo snel, zo rap mogelijk te pakken. Maar dan zullen ze wel scherp moeten zijn. Zo, je moet keren. Oké, geen probleem, ik keer wel. Even duidelijk de taken die we afgesproken. Ja, draai dan maar. Maar jullie kunnen niet met elkaar communiceren vandaag. Dat is... Stefan had de locatie binnen en jij doet de navigatie. Juist, dat is een duidelijke taakverdeling. De missie van onze boef is ook helder. Zo vlot mogelijk een nieuwe lift zien te scoren. Zijn je kinderen fan? Ja, denk het wel. Ja, doe ik later iets terug voor je kinderen. Ja? Ja, beloof ik. Oké, nou, kom maar. Ja! Hoi. Hey, Emmy. Ik heb je moeder beloofd dat ik jou blij ga maken. Daarom heeft ze me meegenomen. Dus je krijgt wel iets van gastenlijstplekken. Oh, ja, toch? Ja, dit is top. Dit is echt helemaal top. Als Snelle al zijn helpers zo makkelijk weet om te kopen, dan moet deze ontsnappingspoging geen enkel probleem worden. Het is nou eenmaal een populaire guy. Ik ben dus wel benieuwd hoeveel volgers Snelle inmiddels op Instagram heeft. Lekker! Dat ging snel. Dat ging heel snel. Hij heeft 265.000 volgers inmiddels op Instagram, dus mensen gaan hem sowieso herkennen, mensen gaan hem sowieso helpen. Ik vind zijn muziek heel tof, maar hij mag absoluut het jachtstoel niet winnen. Nee, dat gaat te ver. Dat gaat wel te ver, ja. Weet je, er is een bepaalde grens. Hij is ook nog jong. 1995. Ja, en deze jonge vent staat nog lang niet stil. Ik zou maar opletten, opaatjes. Oh nee, ze hebben nu weer een locatie. Ja. Maar ik ga nu nog even op de snelweg door, hè? Het liefst wel, ja. Ah, het lijkt erop dat hij richting Deventer gaat. Thomas, ja. Je gaat zo meteen de volgende afslag gaan we keren. Okay. Snelle zijn 20 minuten in dit voertuig zitten erop. Hij zal bij dit tankstation een nieuwe lift moeten regelen. Helemaal goed, dankjewel. Jo. Mag ik met je meerijden een stukje richting de oosten? Dat mag gewoon. Dat is te gek, dankjewel. Onze boef staat geen moment stil, dus Team Stuk kan maar beter goed blijven opletten. Maar navigator Giel is even druk met belangrijkere zaken. Het woord jachtseizoen staat in het woordenlijst Nederlandse taal van de Nederlandse Taalunie. Echt? In onderzoek van het Centrum van Leesonderzoek werd jachtseizoen herkend door 100% van de Nederlanders. Niet waar. 10% van de Vlamingen. Niet waar. Dat is wel echt super dik, ouwe. Ah nee, helemaal zot. Maar houden jullie de locaties wel in de gaten, boys? We hebben een nieuwe locatie, Stefan, denk ik. Hij staat bij een tankstation op de A1 bij Amersfoort. Snelle is inmiddels bijna een uur op vrije voeten. Maar hij ergert zich al meer dan een uur aan zijn kleine medevoortvluchtige. Denk je, leuk opname, stuk tv, word je wakker, heb je net hier zo'n gigantische buis. Super. Oh, ze hebben precies op dit kruispunt mijn locatie. Als wij 25 minuten voor liggen, dan doen we een bakje koffie. Hij zit richting Deventer. Oké, dan gaan we goed, toch? Ja. Lekker, pik. Hier, gek! Hé! Hey! Koffie? Dat wordt absoluut koffie.
38 kilometer. Niks aan de hand. Dag. Joejoe. 38 kilometer. Dat is flink. Echt, hij komt dicht bij Deventer. Ja, guys. Deze rapper wil overduidelijk richting zijn hometown Deventer. En als jullie niet opschieten, dan gaat hij dat nog halen ook. Mag ik wat vragen? Ik moet zo ver mogelijk naar het oosten. Mag ik met u meerijden? Waarom niet? Ja? Ja? Mag ik dan nog brutaler zijn? We hebben ontzettende haast. Ik moet dat afgeven. Ja, oké. Okay, sorry, ja? Sorry. Ah! Hoppa, weer een nieuwe lift in de pocket. Bij Team Stuk probeert Giel een nieuwe manier van communicatie met de chauffeur uit. Thomas, over 12 kilometer naar Deventer. Oké, okay, is goed. Dus niet meer de A50 op. We gaan de A50 op, Thomas, simpel dat je bent, pannenkoek, balvaart. En het blijkt nog te werken ook, want Thomas stuurt de bus feilloos richting Deventer. De boys moeten tempo gaan maken, want Snelle wordt nu afgezet bij een autodealer. Hij hoopt hier een vlotte wagen met chauffeur te kunnen scoren. Hallo, ik heb eigenlijk een lift nodig van 20 minuten. Kan iemand rijden? Ja, kom maar. Ja? Ik denk dat ik helemaal eerder uit de auto trek dan jou. Te gek. Ah. Kijk, dit is lekker, man. Dit zijn allemaal nepdrempels. Hups. Dankzij deze lift weet Snelle zijn achtervolgers om de tuin te leiden. Oké, okay, ze weten het nu. Weer op een kruispunt. Top, ouwe. Oké, okay, ik moet even nu vanwege tactische overwegingen weten hoe lang ik nog in deze auto mag zitten. Nog 15 minuten, dan gaan we doorbanen naar Zutphen. We hebben net daar die pieper af laten gaan. Dan denken ze, dan gaan we haat zo door naar Zutphen. Ja, lekker! Waar zit hij? Hij gaat de val in! Ja, hij zit op een kleine N-weg zit hij, hoor. N-weg is top. Richting Lochem. Dit zijn plekken waar je hem kan pakken, want hier zit hij niet op de snelweg. Ons boefje rijdt binnendoor richting Zutphen. En hij is zich zeer bewust van zijn volgende stappen. Audi. Oh, wat is dit? Mijn locatie. Wat gaan ze dan denken? Wel weer voor een kruispunt. Kijk, holy shit. Kijk, dit is alweer. Ja, je moet hier rechtsaf Zutphen. Hij is hier, hij is Zutphen. Ja, lekker! Stop. Hoppakee, we worden weer wakker. Snelle benut zijn rit optimaal en laat zich nogmaals afzetten bij een autodealer. Maat, ontzettend bedankt, hè? Je hebt me geholpen. Goeiedag. Ik heb iets heel raars. Ik doe mee aan een programma. Is dat de baas achterin? Ga ik gewoon naar de baas. Ik moet een lift hebben. 20 minuten mag ik in de auto. Oeh, ze weten nu dat ik hier ben. Oké, 20 minuten naar Arnhem. Hij is nog steeds in Zutphen. 10 minuten. Nou, ik heb een autoverhuurbedrijf toevallig. Is het een autoverhuur? Bellen. Ja, ik ben alleen, ik heb wel echt het gevoel, zij zijn in één keer doorgereden. Nu ga ik wel, echt, ben ik wel echt veel mensen aan het inleven. Goedemiddag, Paul Zutphen, u spreekt met Victoria. Goedemiddag. Als het goed is, staat er nu bij jullie iemand met een oranje pak in de winkel. Dat klopt, hè? Sorry, u bent op zoek naar? Ik ben naar iemand in een oranje overal. Die staat in jullie winkel. Met een cameraman. Nee, ik heb geen idee waar hij het over heeft. Die staat niet hier. Zeg maar, ik vraag het naar mijn collega en die zegt jawel, die is net naar Deventer vertrokken. Dat ben ik. Ik ga heel even doorzetten naar de werkplaats. Dus heb je misschien dat hij iets meer ervan weet. Moment hoor. Naar wie mag hij doorgezet worden? Ja, misschien een van jullie. En dat iemand anders kan zeggen ja, hij is net vertrokken naar Deventer. André, goedemiddag. Hi. Hi, Snelle staat bij jullie in de winkel. Klopt dat? Die heb ik dus straks hier wel gezien inderdaad. En hij is, ik hoorde hem zeggen dat hij richting Deventer ging, want daar kende die iemand. Ja, jij kan dit goed verkopen, maar hij staat er nog steeds als het goed is. Nee. Dat heb ik hem horen zeggen in ieder geval. Oké, nou dan bedank ik jou voor de informatie. Heerlijk. Dankjewel. Ja, dit is sowieso waar. Dit is best wel waar misschien. Dit is sowieso waar. Ik vind het vaag, man. Snelle heeft met de hulp van deze autodealer de jongens voor de gek gehouden. Maar hij heeft nog steeds geen lift. Met alle respect, maar dit duurt echt te lang. Het wachten bij deze dealer kost veel tijd. En dat geeft Team Stuk de kans om dichterbij te komen. Ik ga wel de plekken gewoon de auto's checken, jongens. Want hij is okay. 2 minuten geleden vertrokken, hè? Wij zitten 3 minuten. Onze boef heeft eindelijk een chauffeur. Nu maar hopen dat het niet te lang heeft geduurd. Ze weten dat ik hier ben, dus ze kunnen zo in de regio staan. Hij zit er nog. Hij zit er net onder. Hij zit in dezelfde straat nog. Fuck, dit is zo fucking dichtbij. Let's
go. Toch, vraag aan die fan die daar loopt bijvoorbeeld. Goedemiddag. Heeft u iemand gezien in een oranje pak? Middag. Wij zijn op zoek naar snelle in een oranje pak. Serieus? Ik heb het niet gezien. Nee, ik zie je best wel lachen en zo. Dus je hebt hem echt niet gezien. Ja, hij heeft hier sowieso de auto gefixt. Kan niet anders. Hij wist het meteen. Guys, hij heeft hier een auto gefixt. Ga rijden, kom op. Ja, Giel gaat rijden. We zijn geswitcht. Switch, switch. Is dat mijn locatie? Hij is richting Arnhem aan het rijden. Toets Arnhem in. Hij zit bij dieren. Jongens, hij heeft bericht gekregen dat hij 7 kilometer van je is verwijderd. Dat is wel schrikken, denk ik. 7 kilometer, zie je wel. Nou, zoals nog, oké. Okay. De brutale woorden van deze boef worden met de kilometer minder. Hij zit hier bij de steeg. Hij moet er nu binnenkort uit, sowieso. Dan gaat hij hier eruit, bij de Vale Waard. Dan zitten we vlak achter. Of die, of de volgende. Stefan verwacht dat snel op een parkeerplaats langs de snelweg van lift moet wisselen. Goedendag, ik heb een ontzettend vreemd verzoek. Ik ben op zoek naar een lift voor 20 minuten richting Arnhem. Oké, te gek. Zagrijnig tak. Oké, hier komt hij, die P moeten we hebben. Giel? Moeten we hebben, ja. Daar kan hij zomaar staan. Mag ik u iets vragen? Ik moet een lift hebben voor 20 minuten. Televisieprogramma? Nee? Oké. Okay. Oh, daar komt wel echt een bus aan ook. Ik doe mee aan een televisieprogramma. Mag ik 20 minuten met hem meerijden? Ja, te gek. We moeten zo snel mogelijk 20 minuten lang die kant op. Gewoon beheerst. Rustig blijven als we hem zien. Weet wat we moeten doen. Ah, te gek. Hier zou hij zomaar kunnen staan, jongens. Let's go. Zo hard als je kan. Boetes zijn voor stuk. Ga nou eens aan de kant. Wat is dit nou, jongen? Gozer, rij nou door. Nieuwe seizoen, of niet? Ja. Oh, je kent het. Kinderen van mij. Ja? Altijd. Ja, te gek. Kijk, dat is leuk. Dat hebben we nodig. Wat is dit nou? Ik ben helemaal panisch, hè? Ja, fuck. Ik ben zo bang dat hij daarheen is gegaan. Daar liggen allemaal boten. Hij is toch doorgereden? Dit is precies... We hebben het gecheckt, jongens. Hij was... Wil je hier eraf bij reden of gewoon dooruit deze? Hij moet eruit. De boys zijn ervan overtuigd dat Snelle nog op zoek is naar een nieuwe lift. Maar die zit inmiddels veilig 20 minuten in een auto. Oké, zo snel mogelijk richting Utrecht. Waar gaat hij heen? Kijk dan, het is ook Utrecht. Dit is die kut. Dit is een grote rotonde, jongens. Ja. Daarom gaan we hier een gok doen. Team Stuk waagt een gok en zet koers richting Velp. En dat is voor onze voortvluchtige goed nieuws. Maar omdat hij geen idee heeft waar zijn achtervolgers zich bevinden, nemen de zenuwen steeds meer toe. Ja, ik voel me echt fucking spannend. Ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb ook wel mazzel de hele tijd met die tankstations. Hey, mag ik jou wat vragen? Ja, te gek. Mag ik 20 minuten met hem meerijden? Ik ben over 20 minuten thuis, joh. Sorry. Kun jij mij helpen? 20 minuutjes. Ja, te gek. Dankjewel, man. Onze boef heeft vlug weer een lift, maar is ondertussen wel totaal de weg kwijt. Ik weet niet eens welke weg we zitten, joh. De A50. Oh, dit vind ik wel naar, want nu weet ik niet eens van welke kant ze kunnen komen. Oké, okay, deze A50 houden we, Giel. Hij gaat richting Ewijk, denk ik, toch? We zitten bij die snelweg 1 pomp, volgens mij. Ja, dat klopt, Giel. En daar is Snelle zojuist met piepende banden vertrokken. We gaan dus naar jouw afspraak. Ja, daar zit een Opel dealer. Daar kan ik binnen. Daar zit een Opel dealer. Ja. Een Stuk TV rijdt een gesponsorde Opel, toch? Vraag ik ook even aan de cameraman. Ja, toch? Ja. Ja, ik ga dat ook gewoon doen. We gaan naar Opel, wij gaan ook een Opel fixen. 4 minuten rijden! 4 minuten rijden? Het is gewoon plankgas rechtdoor, bam, 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 bam. Waarom zeg je nou die plankgas? Oké, we gaan vlot. Vlot rechtdoor, kom op, kom op. Ja, top, man. Succes met alles, man. Ja, oké, man. Succes. Dank je. Hallo. Hey. Ik heb een lift eigenlijk nodig van 20 minuten om te ontsnappen aan die jongens. Zij rijden zelf ook in de Opel. Ik dacht, nou, hoe leuk is het als ik dan ook in de Opel wegvlucht. Dus je hebt eigenlijk een werknemer voor mij nodig voor 20 ja, minuten? Ja, voor 20 minuten. Ja? Wordt mega goed bekeken, superleuk. Oh. Ja, hij zegt, kom één momentje, kom er zo aan. Maar ik heb echt niet één momentje. Nog steeds ga ik door? Ja. Hi, yes. Lars, aangenaam. Heel erg bedankt, jongens. Kunnen we ook gewoon tegemoet komen, ja? 20 minuten zo ver mogelijk.
Dit is fantastisch. Sneller kan maar beter maken dat hij hier wegkomt. Oh god, daar rijdt de zwarte bus. Ja? Oh mijn god. Volgens mij is dat hem gewoon, dat is hem wel. Ja? Ja, dat is volgens mij gewoon hun auto, man. Ja, ze komen ook hierheen. We moeten gewoon goed kijken, jongens. Hij kan hier terug zijn gegaan, of niet? Rij eens een extra rondje op de rotonde. Dat is ook van hun. Ja, rijden. Ja, zij gaan die kant op, dus wij gaan als een gek die kant op. Ze hebben nu mijn locatie. Richting snelweg. Het zijn neef. Oh shit, hij zit daar, gek. Zie je hem? Nee, maar hij is daar. Hij is daar. Moet ik draaien? Kan die brug over. 300 meter. Ja, kom maar goed. Ik heb ze net gezien, toch? Zij gingen die kant op bij deze. 300 meter? 300 meter! Oké, jongens. Waarom heb ik hem niet gezien? Steve, rechtdoor, rechts. Poeh. Ja, dat is een goeie. Dat weet ik niet. Rechtdoor? Als ze nu rechtdoor blijven gaan. Ja, dat zou je zeggen, ja. Dan is zo weer terug. Ja, neem een gokje. We moeten gokken. Rechtdoor dus. We krijgen om de 5 minuten een nieuwe locatie en we zijn nog steeds niet offline. Dus hoe kan het dat hij 300 meter ons verwijderd is en dat hij gewoon niet de offline button inzet? Ja, maar dan ben je fucking bij de hand. Nou ja, bij de hand of niet. Snelle heeft inmiddels de snelweg... Oh nee, dat mocht niet meer, hè? Snelle heeft inmiddels de autoweg bereikt. A15 Rotterdam Tiel, we zitten goed. Goed, we zitten goed! Gas, ja! Rijden! Ja, dat is heel goed, dank je shot! Oh my god! Ja, daar gaat hij wel. Pak de rechter. Sorry, ja, wij zijn bezig met het televisieprogramma, jachtseizoen, ik ben op de vlucht. Mag ik wat u heeft geblendeerd ramen, dat is fantastisch. Waar moet je dat doen dan? Zo ver mogelijk die kant op en zo snel mogelijk. Denk mag dat ze... ook binnendoor dan? Ja, dan mag ook binnendoor. Mag ik? Ik zag zo die auto aankomen, die zag gasten zijn niet goed, denk ik wel. Ja, nee, wij zijn ook niet goed hoor, dat heeft hij goed gezien. Hij heeft al een lift, hè? Zie je? Shit, hij heeft alweer een lift! Ja, hij zit helemaal net aan het einde van de tankstuk. Nee! Hij zit er 7 minuten voor ons. Team Stuk zit maar op enkele minuten van hun ontsnapte boef. En die doet een poging om aan zijn chauffeur uit te leggen wie die is. Ik ben Snelle, ik ben een rapper en een zanger en een artiest. Wie ben je? Snelle? Snelle. Dat is een rapper? Dat is een rapper, ja. Oké. Waar bekend dan? Of, Gaat wel supergoed. Ik heb een liedje uit, de Reunie heet het. Dat staat nu... Oh, echt serieus? Ja. Is dat voor jou? Ja. Dat vind ik gewoon echt een heel leuk liedje ook nog, weet je dat? Ja, echt? Nee, serieus, flikker op. Ja, dat is mijn liedje. Ja. Hij zit nog steeds voor Geldermans, nog steeds op de snelweg. Maar hij moet er binnenkort uit. Ja, en dan moeten we toehappen. Thomas heeft gelijk, want Snelle heeft nog enkele minuten in dit voertuig. Hij besluit bij dit tankstation uit te stappen. Mag ik jou ook vragen? Nou, kun je hem zover krijgen om nu als speer te rijden? Ik zit in mijn laatste uur. Gewoon fucking ver. Naar Rotterdam. Nu? Ja, dan moeten we dan... Ja? Wat? Ja? Let's go. Toch naar Rotterdam. Heb jij hem mogen, hè? We gaan winnen. Je een soort stap in de auto, dus. Ja? Ja? Ja, dit gaan we winnen. We gaan winnen! Vliegensvlug heeft rappe rapper Snelle een vlotte rit gefixt. En is dus in no time weer vluchtig op de autoweg. Maar deze helpers laten een boef niet gratis meerijden. Wij moeten elkaar een beetje helpen natuurlijk. We helpen jou nou, dus moet je ons ook even helpen. Ja? Hey. Nou, hoe kan ik... Ben je fan? Vind je mij leuk? Vind je mijn muziek leuk? Ja, jij hebt wel leuke muziek, ja. Ja, staan jullie bij deze allebei op de gastenlijst voor Don Roosje in Nijmegen? Ja, ook. Leuk? Ja hoor, is goed. Nou, doen we dat. Bij deze. Top. Tja, voor wat hoort wat. En zo raken die zalen ook lekker rap vol. Maar Snelle moet wel blijven opletten. Want hij kan moeilijk een uitverkochte show vanuit de cel geven. Is hij eraf? Waar staat hij? Hij staat bij de zeil weer. Giel, hier eraf. Dankjewel. Ik ga eruit. Doe die deur in. Ik ga eruit. Oh, spring erin. Hij is hier. Hij is daar. Hij moet hier ergens zijn. Ik ben Steven al kwijt. Nou, voor mij stopt het hier. Ik sta ergens. Ik weet niet eens waar ik ben, man. Die BMW stopt en die lachte. Dat meen je? Ik zweer het je. Ja, maar die heeft hem geholpen. Ja, maar waar is hij dan? Oh! Heb je iemand gezien in oranje pak of niet? Daar rijden ze. Ah! Nou, ik wil ook even rennen. Kom op. Oh god. Wel gek, hè? Oké, ik durf cool te doen. Zeker nog. Volgens mij hebben we het gehaald. We rijden nu maar rechtdoor, het is klaar, Giel. Ah, ik ga Steven ophalen. Giel, het is klaar. Hoe kan dat nou? To! Yo, heb je hem? Nee. Fuck! Ja, ik voel me lekker. Ik kan wel
warme douche gebruiken inmiddels. Wat doen we verkeerd? We rijden drie uur lang. Ik praat niet meer. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, ik ben rustig. Ja, ik heb het gehaald. Heerlijk, toch? We zaten 300 meter van die gozer voorbij. Ja, we zijn gewoon langs hem voorbij gereden. Giel, Thomas, Steve. Leuk. Ik vond het vooral de afgelopen 4 uur heel gezellig. Toen jullie er niet waren. Nou, we hebben onze andere zoon zijn we ook verloren, halverwege onderweg. Bijna, zo dichtbij. Weet je, ik wil de rollen ook wel eens een keer omdraaien. Dat lijkt me ook leuk. Zal ik even laten zien dat ik het wel kan? Hopelijk gaat volgende week weer beter. We gaan Stefan ophalen. Het is sneller gelukt om 4 uur lang uit handen te blijven van Giel, Thomas en Stefan. Tijdens het eindsignaal was zijn afstand tot teamstuk een miserige 300 meter. En dat betekent dat hij Bram Krikke van zijn bronzen plek stoot en de nummer 3 positie pakt op de jachtseizoenranglijst. Wil jij nou thuis ook het jachtseizoen spelen? Download dan nu heel gauw onze app, het jachtseizoen. En laat ons in die app weten welke boef volgens jou de allerbeste boef is van de afgelopen seizoenen. En die boef, die krijgt van ons de beste boef award. Ja, fuck! Kut! Boom! The champ is here! Maak daarmee een kans op een Samsung Galaxy S10 die je kan ophalen in jouw dichtstbijzijnde mediamarkt. Yes! Ga het jachtseizoen spelen! Yay! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mediamarkt. Altijd op zoek naar de wow voor jou.